Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Everybody's Gone to the Rapture. We staan hier volgens mij voor het huis van Steven en Kate. En Steven zagen we de vorige keer op het laatst. Die probeerde uit alle macht deze auto aan de praat te krijgen, maar het lukte hem niet. En dat kwam natuurlijk buitengewoon ongelukkig uit, omdat hij waarschijnlijk haast had in verband met de crisis hier in de vallei. We gaan even kijken in dat huis, dus kijken of we wat meer te weten kunnen komen over wat er aan de hand is hier in het dorp. De deur staat open, dus we kunnen zo naar binnen. Steven? Oh. Hoorde even dat Wendy binnenkwam, maar... Deze deur zit dicht. Hier is een bakkie. Waarschijnlijk heeft ze dit gebruikt om het uit te zenden over de, door de vallei. Steven, are you here? It's your mother. Answer me. Steven! Zijn moeder heeft geprobeerd op te zoeken. Deze deur zit dicht. Nou, hij heeft zijn hele kamer overhoop getrokken, dat is duidelijk, Wendy. The inner life of the singularity. Oh, kijk aan. Dat is wat ze bestudeerde. Deep light radioscopy. Eens even luisteren naar de radio. There must be a logic to the pattern. It's shifting in response to me. It's alive. Oftewel een singularity mogelijk. Hier zien we dat Steven waarschijnlijk overal op de map Infinity Loops heeft getekend. Wat daar de reden van is, weet ik nog niet zeker. Maar kaart van Jonathan en Little Tipworth. En hier zien we een diploma van hem, denk ik. Van de University of Eastern California. Steven Edward Appleton Boyles. Has been awarded the degree of Doctor in Philosophy in Astrophysics. Oké. Dus hij houdt zich ook nog bezig met filosofie in combinatie met astrofysica. Het is waarschijnlijk dat hij ook een van de eerste is die doorheeft wat hier misschien aan de hand is. Of tenminste een aantal theorieën kan spinnen, als het ware. Steven, where is Kate? Are you here? Ze moeten zo naar de tuin lopen om hem op te zoeken. Steven? I can hear the planes. It's the government coming to rescue us. You can come out now. It's all gonna be all right. I can hear the jets coming. It's like when Eddie came home. It's like your dad coming home again. Ach. I'm here. I'm down here. This way. Je ziet haar nog buiven. Maar dit is heel waarschijnlijk de airstrike die is afgeroepen. Oh, kijk nou. Laten we eens kijken. Oeh, dat is mysterieus. Wat zou dat zijn? Een soort voetstappen?
gaat in elk geval naar boven. Achter mij wordt het donker. Dus we volgen gewoon het licht. Het lijken voetstappen. We zagen trouwens het, voor mij was het de tas van Wendy, die we dan op de grond zagen liggen. Dus ik weet niet wat dat betekent. Het is zo donker dat ik werkelijk geen flauw idee waar we heen gaan nu. En voor als je je afvraagt, nee, het kan niet sneller dan dit. Dit is nou eenmaal het maximale tempo waarop we lopen. Het heeft wel iets betoverends. Frank. Ik zie ons. Ik zie het lichtje alweer gaan naar beneden. En we komen uit bij een boerderij, lijkt het. Ook hier is opgetekend. Wij zijn daar. Dit is de boerderij van Appleton. En daar staat het licht ons alweer op te wachten. Even kijken hoor. En daar is het huis van Kate en Steven. Dus ik denk dat we hier overheen gaan. I messed up, Frank, but I done my time. They shouldn't keep on punishing me. Some folk won't let go of this, and they've got nothing better to do than to poke their noses into other people's business. There's nothing you can do about it, son. I'm doing a good job. I'm working hard. I swear, Mrs. Graves thinks I'll start nicking stuff if she turns her back for a second. Liz is all right. She's one of the good ones. Yeah, well, she's not exactly honest with her husband about what she gets up to. None of that. You're angry about people judging you. Don't be so fast to judge others. I'm sorry, Frank. Keep your gob shut, your nose clean, and your head down. Do you think you can manage that? Gob, nose, head. Got it. And steer clear of that Rachel girl. If I've seen you two making eyes at each other, and so's her dad. And you don't want Sam Baker coming round after you. Now, pass me that socket spanner, and we'll see if we can get this wheel back on. Rachel, daar hoorden we de vorige keer over. Dat was de dochter van het stel dat die dat over het cassettebandje had gesproken. In die garage. Waarvan de ouders zeiden, wij gaan naar het dorpshuis en we gaan naar Barbara. Dus als je ons zoekt, zijn we daar. We gaan naar het public footpath. Daar zijn we nu. En dan denk ik dat we richting de boerderij van die Appleton lopen. En daar is iets bij die boom. Nou, daar komen we toevallig ook langs, zo te zien. Als we het pad volgen. Dus laten we dat doen. Eens kijken wat we hier vinden. Hier is wat bij de boom. Can you see the observatory from there? That's over the ridge, just past the windmill. You want to live near the station in case you need a quick getaway? Something like that. So you and Steven, I'm sensing there's not a lot of love lost there, huh? That's between him, me, and the cows. You're gonna have to explain that one for me. It's nobody else's business. Look, you seem all right to me. You don't want to worry about that lot in the village.
Provided I'm left alone, I'm happy. Steven's the one who likes to be at the center of things. No change there, then. Francis Appleton. You are a bad man. No wonder your sister won't talk to you. Het is de boerderij van Frank. Ik probeer nou eventjes te bedenken hoe Steven van zijn achternaam heet. Dat is toch ook Appleton? Ik dacht dat Steven en Frank broers waren namelijk. Oké, we kunnen even kijken waar onze grote vriend het licht nu rondhangt. Daar. We moeten ook nog naar die boerderij toe. Dat kan nog wel. Gaan we heen licht. We kunnen ook door het graan lopen. Ja, naar die boerderij. Oké, prima. Even kijken waar de pad naartoe loopt. We zullen naar die boerderij, maar we lopen toch op het pad. Laten we even doorlopen. Kijk over het public footpath. Hier is de mesthoop. Hier is een watertje. Wacht even hoor. Het gaat er helemaal omheen. Nou ja, niet erg. Komen we vanzelf bij de boerderij, denk ik. De molen die wij in de verte zagen. Kijk, daar moeten we op heen naar die schuur daar. Wacht even. Ontzettend, ontzettend mooi gebied hè, dit. Ah, hier staat de radio weer. Under the microscope, you could see how the light was following the cellular structure of its wings. The neural simplicity of the insects seems to prevent a full-blown infestation, so there's none of the hemorrhaging I'm seeing in the birds. But Steven's wrong. This isn't an attack. It's a byproduct of the attempt to communicate. It's getting smarter. It's learning as it adapts. I'm confident of a breakthrough soon. Kate is toch een stuk opgewekter wat betreft dit verhaal dan Steven. Maar Steven heeft ook de singularity bestudeerd, zo te zien. De singulariteit die, als ik het niet vergis, en anders moet je me maar even corrigeren, maar die gaat over het bestaan van een enkel intellectueel. Ja, even goed zeggen of ik het een goed formuleer. Over een intelligent organisme, dacht ik. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik dacht dat de singulariteit iets was met robots, zeg maar. Dat je een computer zeg maar, zo slim kunt maken dat die uiteindelijk gevaar dreigt te zijn voor de mensen. Maar ik, nogmaals, ik kan ernaast zitten. Ik heb de Wikipedia nu ook even niet bij de hand, dus dat wordt hem even niet. Wat is hier aan de hand? Zie ik het? Hier moeten we naar binnen. Nou, kom. Gaan we weer. Heen weer. Ik sta er niet goed voor, denk ik. Breaker, Breaker 9, calling on 9. This is Lost Cowboy looking for anyone out there. Hello? Breaker 1-9. Breaker traveling Sherlock. Charlie, you out there? Over. My Hello? Family, my wife and kids. You know perfectly well what you've got to do. I can't do it. Don't ask me to do it. You're asking me to sign their death warrant. My own family. Kamit, don't you think I'm aware of that? I'll still be here when you drop the fucking stuff. No. Don't you lecture me about sacrifice, you spineless little shit. You stupid bastard! If you're so full of ideas, you come here and try dealing with it. Tell them the time when we had a choice is over. Tell them to do it. You've got to do it now. Ik denk dat Steven het tegen Clive heeft over de luchtaanval.
Want Clive was volgens mij in staat om die op te roepen. Omdat het anders de vallei uit zou gaan. Dat licht. En dan zou het er voor veel meer problemen gaan zorgen. Sta je nou niet te hangen? Nou, ik ga door. We kunnen hier naar boven. Nog even die schuur. Kun je daar ook in? Daar kunnen we denk ik niet in. Nee. Nou, dan lopen we die kant op. Pas, ik wil nog even naar die boerderij, maar... We kunnen hier verder het public footpath op. Nou, zullen we eerst maar even naar de boerderij gaan dan? Dan pakken we daarna wel even dat voetpad. En dan denk ik, als we de boerderij hebben gehad... Dat we ook wel weer aardig aan de tijd zitten. Maar er zijn hier geen sporen van een luchtaanval te zien. Bier. Een smeulende sigaret. We gaan even naar de schuur. Er staat hier een radio, hoort zo te horen. Daar kunnen we ook nog langs. Kunnen hier naar boven. I hung up on Steven. He doesn't understand. Even if he were here to experience it directly, I'm still not sure he would. There has to be a way of consolidating, of offering a reciprocal amplification to the signal. Ja, het is dus duidelijk dat Kate en Steven lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om het licht. Kate denkt dat het een poging is tot communicatie. En die is meer voor een open houding, zeg maar. Waar Steven meer dreiging ziet. Maar ik weet ook niet precies waar in het verhaal, zeg maar, wij Steven horen. Want die is aardig in paniek. En waar wij Kate horen, die nog aardig geïnteresseerd is, zeg maar. Misschien horen wij Steven wel op het moment dat iedereen ziek is. En horen wij Kate... Ga ik wel goed of niet? Ga niet goed, ik loop terug. En horen wij Kate op het moment dat het allemaal nog maar gewoon licht is en verder niet. Ja, dat is de puzzel waar wij nu mee zitten. Oké, de boerderij. In dat schuurtje daar staat sowieso een radio. The radio telescope in Tower 6 is burned out. The background radiation coming in from the Penrose region is off the scale. It's like mathematics is bending along with the light. Everything is bathed in a strange glow. My face is still numb from the burn. Oh. Oké. Dat betekent dat ze of zich gebrand heeft aan het licht, of aan dat zij in die toren was op het moment dat hij doorbrandde. Kijken wat we hier zien. Wat is dat? Gemorst drinken? Ik heb het gevoel alsof je dat moet zien. Hierboven denk ik. Dat we de trap op moeten. Gaan we zo doen? Oh, daar is de trap. Dat zie je dan. De fiets. Zo. Wat was Frank nou aan het doen? Wat is dit?
Ja, ik heb geen idee. Ik heb totaal geen verstand van techniek, dus ik zou niet weten wat dit is. Ik zou zeggen een motor of zo, maar ja. Waarvan? Geen idee. Laten we eens even naar boven gaan, want ik denk dat we daar naartoe moeten. Wat een bende is het hier, zeg. Nou ja, daar binnen moeten we zijn. How's your sister, Frank? We've not spoken since the funeral. Ah, I see. Well, listen, I did rather wonder if you might do me a bit of a favor and check in on her, see if she's all right. Dr. Wade, if they dropped the bomb, there'd be no left but cockroaches and Wendy Boyles. It's a bit odd, really. There's an old chap, John Coles, regular visitor at Lakeside, went walkabout sometime last night. Now it appears Mrs. Boughton has done the same. Enid? Well, that'd be clever. They amputated her leg last spring. Yes, that's the thing. I've also got a surgery full of people with nosebleeds and headaches. The council are saying influenza, but I've been practicing for 35 years and I'm not convinced. I just wondered if you might pop by and see her. Even if I did, do you really think she'd let me in? Fine. Forget it. I'll see her. Leave it to me. Oh, and Frank, call the hospital and get them to collect all this stuff. It's been 8 months. Juist. Nu snap ik het. Ik dacht dat Frank de broer was van Steven, maar Frank is de oom van Steven. Frank is dus de broer van... of de broer van Wendy. En de zwager dus van Eddie. Nu snap ik het. Ja, het is echt wat dat betreft. Ik zou de pen en papier bij moeten houden om die complete relaties tussen al die karakters bij te houden. Maar goed, we komen er zo ook wel uit. Dat is Frank, de oom van Steven. En zo lopen wij er weer uit. Ik wilde naar dat pad. Ja, we hebben daar is nog op een gegeven moment. Laten we daar even langs lopen. Kunnen we zo langs daar? Ja. Ik ga even linksom. Even naar die schuur daarachter. Of een stal, wat is het? De weg loopt die kant op. It's bloody England. You can't just stop the train, stop people traveling about the place. I don't like it, Frank. I don't like it at all. Well, nobody liked it. No sense sweating cobs over it. Folk all riled about it, giving me grief. I didn't stop the bloody trains, did I? And did they give me any warning? No, they bloody didn't. Yesterday, it's all like keep them calm, Howard, minor disruptions. And today, it's all government edicts and not until further notice. And you'll manage. Half the village has vanished. It's a couple of people. It's hardly half the village. Oh, right now. But you forget, I've seen things. I was in the Falklands. I tell you, I got out the old air raid siren to test it this morning. Air raid siren? What on earth are you going to do with one of those? I found it in the station storeroom. Took it home, stuck it under the bed. Thought it might be worth something one day. Oh, damn it! It's all right. It's just a nosebleed. Here, here's my Yankee. It's clean. Oh, thanks, Frank, thanks. I've been getting like a bloody drain all day. Okay, Howard, ik dacht dus dat het een zwerver was die bij de treinstation woonde. Maar uiteindelijk is die kamer van hem zo'n bende omdat hij zich daar had verschanst. Maar Howard was ziek en hij werkte voor de spoorwegen. Blijkbaar. Jotun Road zitten we op. Ja, ik ben aan de ene kant geneigd om dat public footpath verder te pakken daar. Maar ik zie daar nog een gebouw. Dus ik denk dat we die kant wel op gaan. Het is een beetje moeilijk om nu te bepalen vanaf waar we hier gaan. Maar ik... zit wel hier een dik vet punt achter. Dus ik wil bedanken voor het kijken. Volgende keer gaan we verder. En dan komen we vast weer meer te weten. Elke aflevering komen we weer wat meer te weten over wat er aan de hand is. En dat is volgens mij precies de bedoeling. Kijk, we gaan even bij die stal kijken de volgende keer. Dus daar loop ik dan heen. En nu zet ik er een dik vet punt achter. Bedankt voor het kijken. Je duimpje omhoog is welkom natuurlijk. Dat weet je. Dat wordt erg gewaardeerd. Als je het leuk vindt om dit verhaal met mensen te delen. Deel dan niet deze video bij de playlist. Want anders kan niemand er wat van maken. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye!